Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van ons. Zoals jullie kunnen zien is het hier schitterend mooi weer en lijkt het eigenlijk wel zomer. Wij hebben besloten om vandaag lekker een dagje weg te gaan. Wij gaan naar Revikzanden. Dat is een ontzettend mooi strand hier in Noorwegen aan de westkust. We hadden nooit gedacht voordat wij naar Noorwegen gingen verhuizen dat ook hier bountystranden konden zijn. Het beeld is eigenlijk altijd wel dat er in Noorwegen het hele jaar door sneeuw ligt. Nou, dat is dus zeker niet het geval. Dus we gaan nu naar Revikzanden. We zullen ongeveer een uurtje moeten rijden en we moeten een ferry nemen. Een ferry, dat is hier eigenlijk heel normaal in het Westland. Er zijn hier zoveel fjorden dat we ferries nodig hebben om aan de overkant te komen om onze reis te kunnen voortzetten. Eigenlijk is het heel fijn om toch wel met een ferry te moeten reizen nog. De reisafstanden zijn hier vrij lang om ergens te kunnen komen. En is het gewoon lekker als je dan met de auto op de ferry staat. Dan kan je even een kopje koffie doen, een broodje eten. Of je kan op het dek kijken en van het uitzicht genieten. Dan heb je even pauze van een kwartiertje, 20 minuten en dan kan je je reis weer voortzetten. Dus dan, dat onderbreekt gewoon heel erg je reis en dat maakt dus helemaal niet uit. Dus we gaan jullie nu meenemen naar een ontzettend mooi stukje Noorwegen. Welkom op Revikzanden. Het ziet er naar uit dat het koud is. Dit is echt een paradijs op aarde. We hoeven helemaal niet naar de Malediven. Kom gewoon naar Noorwegen. Mijn pikkels. Nou, ik ga er vast niet in. Veel te koud. Wij sluiten deze heerlijke dag af met een barbecue. En als jullie nog meer video's van ons willen zien, abonneer en like dan. Hadden!